Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van je angsten geruststellen en vangnetten uitwerken voor jezelf. Wat ik daar nou mee bedoel is dat het niet de bedoeling is dat je iedere beer die je kan bedenken op je weg, dat je die gaat proberen te vangen en het risico, alle risico's gaat proberen weg te nemen voor jezelf. Maar er zijn angsten. Misschien zelfs intuïtieve ingevingen daarnaast. Die iedere keer terugkomen waarvan je zegt van oké, eigenlijk zou ik daar wel eens rustig naar moeten kijken. Of ik daar alvast iets voor kan creëren, een vangnet voor kan creëren. Of een plan B of C daarvoor uit kan werken. Zodat ja, als het gebeurt ik goed voorbereid ben. Misschien niet alles, maar wel een stukje. En dit is zeker niet om je bang te maken, maar angsten, en daar gaat het vooral over, angsten helen. Angsten hebben soms meer nodig dan alleen mentale geruststelling, het ombuigen van gedachten of het ontprikkelen van emoties en gevoelens. Soms hebben angsten ook nodig dat je over een plan B en C nagedacht hebt, in ieder geval er even naar gekeken hebt, zodat ze zich gehoord voelen, om het maar even zo te omschrijven. En dat is dus ook de uitnodiging van deze week energie met de onderliggende intentie weer om die rust te vergroten die we in de week hiervoor gecreëerd hebben. En dat, het raakt ergens ook de angst, ergens in de verte van oké, ik heb nu heel veel goede dingen gedaan, wat gaat er fout? De angst van als alles goed gaat, wat gaat er fout? Ergens in de verte raakt het dit ook een beetje aan. En dit heeft alles te maken met de maanstand. We hebben weer geen poortdagen deze week. Het is maar één poortdag deze maand. Helemaal aan het einde van de maand. Maar deze week hebben we wel te maken met de volle maan. Die valt op 15 november. En die staat dus in het teken van die angsten geruststellen. Die angsten horen, die angsten omarmen, doorwerken, zien. En er iets mee doen wanneer het nodig is. Iets praktisch mee doen. Maar het staat ook in het teken van die plan B en C uitwerken. Zowel voor de dingen waarvan je zegt van wat als dat fout gaat. Maar ook voor de dingen waarvan je zegt dat wil ik creëren. Daar hebben we de afgelopen maanden wel vaker mee te maken gehad. Wat wil ik creëren? En als er één manier om daar te komen niet lukt, hoe kan ik daar op andere manieren komen? Wat zijn mijn andere mogelijkheden en opties die ik daarin heb om dat toch te bereiken, toch te creëren? Daar staat deze week van in het teken. Dus het is niet alleen maar angsten. Het is ook positief. Maar het kan wel wat gespannen en drukkend voelen door deze energie. Dus vooral door die volle maan van 15 november. Daar hebben we dus mee te maken. Als we dan kijken naar hulpmiddelen. Niet wetenschappelijk bewezen. Puur energetisch, spiritueel en omdat we het leuk vinden. Dan zou ik deze week gaan, naast maansteen, want die past altijd bij de volle maan. Zou ik deze week gaan voor fluoriet. Vooral omdat fluoriet gewoon een lekkere, makkelijke, toegankelijke energetische steen is, edelsteen is. Die helpt om je gedachten te ordenen, je gevoelens te ordenen, je inzichten te ordenen, zodat je daar weer meer mee kunt werken. Dat helpt je gefocust, geconcentreerd alles uit te werken. En dat is wel heel erg prettig natuurlijk. Ik zou qua geuren gaan voor eucalyptus. Ook om de ontprikkeling erin te gooien. Naast de ordescheppende inzicht, focuspunt creërende energie van de edelsteen. Zou ik eucalyptus inzetten om te ontprikkelen. Het heeft natuurlijk een beschermende energetische werking. En ja, het heeft ook wat geruststellends in de geur. Niet zoals kamille of lavendel, dat is meer rustgevend. Maar eucalyptus heeft ergens ook wat geruststellends. En dat is wel heel erg prettig. Als we natuurlijk ook weer te maken hebben met die angsten en die geur. Energetisch gezien kan ook die spanning die door die angsten ontstaan helpen afvoeren. Dus dat zouden mijn suggesties daarin zijn. En laten we daar nog een kaartje bij trekken als aanvullende boodschap. Deze kaartjes komen uit de fluisteringen om te helen orakelkaarten. Laten we eens even kijken of we hier nog een mooie aanvulling op hebben. Het eerste kaartje is trek je terug. En dit is een kaartje wat helemaal niet vreemd is als je die regelmatig trekt in de winter of in de herfst. Want dan zijn we ook bezig met het kokonnetje in onszelf te creëren.
Dus trek je terug is ook echt een kaart die bij deze seizoenen hoort. Ook helemaal hoort bij de feestdagen. Dan is het ook helemaal niet gek als je hem vaker trekt. Maar trek je terug is een kaartje als we hem koppelen aan deze week energie. Die ik zou zien als signaal. Neem de tijd voor de onrust, de angsten. De andere emoties zoals verdriet en teleurstelling, machteloosheid. Die je voelt. Het is niet fijn voor je, ik wou zeggen niet gezond voor je, als je daar doorheen probeert te lopen. Want dan wordt het als het ware een soort last die je achter je aan blijft slepen. En dat is niet de bedoeling, dat is niet fijn voor je, dat is niet goed voor je welzijn, voor je gezondheid. Dus dit kaartje, dat benadrukt eigenlijk het stukje, neem de tijd om je angst en onrust aan te kijken. Goed te onderzoeken wat ze van je nodig hebben. En dus die plan B en C te creëren. Dus het is een reminder om het echt aan te gaan in mijn beleving. Het tweede kaartje valt er gelijk uit. Dus die pakken we er ook even bij. En dat is het kaartje mediteren. Ik noem dit kaartje vaak visualiseren, ook al staat er mediteren op. En dit kaartje is voor mij een reminder dat dat stilstaan. Dus trek je terug, zijn eigenlijk heel sterk met elkaar verbonden, die kaartjes. Dat het ook goed is om ook bij mezelf stil te staan, dus ook bij jezelf stil te staan, in jezelf waar te nemen. Als er niks je aandacht vraagt in jezelf, als je helemaal geen angst of onrust voelt deze week, wat natuurlijk net zo goed kan, want iedereen reageert anders op energie. Maar dat je wel de tijd neemt om jezelf waar te nemen, jezelf te voelen, een bodyscan te doen bijvoorbeeld, een bodyscan meditatie te doen. Gewoon even jezelf na te lopen om te kijken wat vraagt er in mij de aandacht, wat heb ik van mezelf nodig? Dus dat voelt als een soort van boodschap. Als je toch niks voelt, check het toch eventjes. Een soort van extraatje. Laatste kaartje. Teruggeven is het laatste kaartje voor deze week. Kijk, is het goed in beeld? En teruggeven voegt er eigenlijk een hele andere lading aan toe. Het voelt ook als een soort van pauze momentje, kijk je ook even naar momentjes, punt. Even een andere richting op, even een uitstapje maken. Teruggeven is ook een uitnodiging om te kijken van, zijn er mensen in jouw leven die jouw rust vergroot hebben de afgelopen weken? Ik denk ook aan die energie van vorige week. En zijn er mensen waar je dus wat aan terug zou willen geven? Energetisch, praktisch, maakt niet uit, op jouw manier, binnen jouw grenzen. Want het is ook fijn om dat te doen. En zo er voor elkaar te zijn. Hoeft niet, moet niet. Wel een uitnodiging om daar naar te kijken. En hier ga ik deze week reading afronden. En wens ik jullie een hele mooie week toe.